Op deze plaats krijgen straks veel bewoners van onze regio hun anti-coronavaccinatie. De priklocatie Malden staat klaar voor gebruik. Donderdag begint het vaccineren. Verdeeld over 8 zogenoemde prikstraten kunnen in totaal straks 1000 mensen per dag een prik krijgen, maar die capaciteit wordt voorlopig niet benut. Er is genoeg plaats, er zijn genoeg mensen, maar de levering van vaccins loopt daarbij achter. Daarom wordt in Malden voorlopig alleen in de ochtend gevaccineerd.